Jansen, voorzitter van Boschuur de Meren Stichting. Jozef, vorig jaar afschuwelijke brand die de oude gebouw in de as heeft gelegd. Nu staat er een nieuw gebouw, wordt vandaag geopend. Wat zijn de veranderingen? Is er iets veranderd of is het identiek aan het vorige gebouw? Nou, de oppervlakte en maten zijn precies hetzelfde. Dus we bouwen op de oude fundering. De schuur brandde af. Verzekerd voor herbouwwaarde. De gemeente is eigenaar en bouwt terug op dezelfde fundering met het verzekeringsgeld. Maar wel met een eigentijdse regels. Dus dubbel glas, isolatie, zoals vandaag gebouwd moet worden. Zelfs een vloerverwarming in een boschuur? Zelfs, ja, eigenlijk is het woord boschuur een beetje overdreven. Het zou beter bosvilla kunnen heten, maar daar voldoet niet aan waar wij het voor willen gebruiken. Nee. Nee, want jullie hebben de naam, was eerst van de stichting, was Stichting Woudloper. Dat is veranderd in Stichting Boschuur de Meren. Waarom is dat? De Stichting Woudloper is de formele naam die eronder stond. En in de volksmond was het bekend als de Boschuur. Nou is het afgebrand. Een mooie gelegenheid om die officiële naam, die stichting, te veranderen in Boschuur de Meren. Dat is voor iedereen bekend. Nieuwe naam, ook een nieuwe doelstelling? Nee, de doelstelling is exact hetzelfde. Die schuur is niet afgebrand omdat wij een ander doel wilden. Schuur brandde af, doelstelling is hetzelfde. Wij willen natuurbeleving voor kinderen organiseren. En als je hier ziet vandaag weer, ineens staat er een groep en kinderen spelen met zand, en water, modder, natuur, that's it. Zijn er nog nieuwe plannen met scholen of andere plannen? We leven in een sterk veranderende wereld. We hebben een paar jaar geleden GPS-apparatuur aangeschaft om aan de hand van de GPS het bos te verkennen. Onze boswachter, twee boswachters, die raken ook natuurlijk op leeftijd. Je kunt kinderen niet meer zo makkelijk het bos inlokken met allerlei leuke verhalen. Dat kan wel, maar Harry Hoppenbrouwers, die is gepensioneerd en die kan ook maar één groep tegelijk. En met die GPS kunnen we meer dingen doen en een beetje linken naar de toekomst. Maar we zijn wel op zoek naar nieuwe vrijwilligers en met name ook naar wat jongere mensen, zodat ouders, kinderen straks hier die plek gewoon kunnen beleven voortdurend. Nou wordt geopend vanmiddag door de commissaris van de Koningin, meneer Van der Donk. Waarom meneer Van der Donk? Hij was commissaris van de Koningin, maar hij is inmiddels commissaris van de Koning geworden. Door toevallige omstandigheden. In het verleden hebben wij ook subsidie gekregen voor educatieve programma's van de provincie. En dan wordt er gekeken van, wie zou dat kunnen doen? Toevallig hebben wij ons netwerk iemand die goede connecties heeft met de commissaris. En die was bereid om hier naar Wintree af te reizen. Nou, geweldig. Dank u wel. Naast de burgemeester hebben wij een speciale gast. Een nog specialere gast. Ook een speciale gast. De commissaris van de Koningin. Koning, ik had zo goed geoefend. En nou gaat het toch mis. Godverdorie. Nou, de commissaris van de Koning, de heer Van der Donk. Wees welkom. Maar ook gewoon het leren omgaan met elkaar en dat samen doen. Dat zijn dingen, we zeggen het vaak tegen elkaar, die zijn zo hartstikke belangrijk voor de kwaliteit van onze Brabantse samenleving van morgen. En als ik hoor wat hier allemaal gebeurd is en hoe hard hier gewerkt is om dit voor elkaar te krijgen, dan zeg ik chapeau, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk, ik hoorde de burgemeester over procedures. Er zijn ongetwijfeld weer heel veel papieren aan te pas gekomen en dat zal voor een deel ook echt wel nodig zijn. Want bestuurders kunnen veel, maar we weten allemaal dat al die mensen die één of een paar uurtjes in de week geven aan zo'n project, dat is het goud wat Brabant in handen heeft. En daar zijn we hartstikke trots op. Jullie mogen trots zijn op jezelf. Dank je wel. Nog niet eerder werd dit gebaar gemaakt, voor een vrijwilliger. In een brand, uit een brand. Als God blieft, branden wij morgen af, hoor ik mijn moeder nog zeggen.
In de crisis van de jaren 30, 40 van vorige eeuw konden de mensen hier in de Kempen de verzekeringspenningen goed gebruiken. Maar in overdrachtelijke zin zou je kunnen zeggen, je bent ook uit de brand omdat er iemand opstaat en zegt, ik trek die kar. Ik zou willen vragen om Nout Jansen even naar voren te komen. Iemand moet het doen. Nout deed het en hij doet het. Hij trok de kar van de herbouw. Met Nout waren wij, maar ook de aannemer, de Wit van Loon, en de gemeente en al die mensen die bij die bouw betrokken waren, waren wij figuurlijk uit de brand. Van alle markten thuis. Kent de wereld van de bouw als een broekzak, is handig, kent de politieke verhoudingen hier in de gemeente, houdt van de natuur, zet zich in op verschillende fronten, nooit luidruchtig, maar wel doeltreffend en diplomatiek. Zonder veel woorden, hand aan de ploeg. Een echte Kempenmens. Nou kennen we allemaal de uitdrukking, een toffe peer of een gouden vent. Daarom is voor mij Nout en voor u aanwezigen een hele eer om jou vandaag als eerste in dit land namens het bestuur te benoemen tot commandeur in de orde van de Gouden Truifel. W, bedankt voor jullie muziek, pieporkest enzovoort, jullie spelen nog even. De EHBO, al onze bestuursleden en vrijwilligers nogmaals. En al die mensen die hier vandaag aanwezig zijn en waren, die de sfeer van deze bosguur komen proeven. Hopelijk smaakt het naar meer. Bosguur de Meer. Dank u wel.